In de kerk van het Heiken te Tilburg wordt van 23 tot en met 25 augustus een bijzondere expositie ingericht onder de titel Monseigneur Zwijsen en Monseigneur Bekkers. Wat houdt de tentoonstelling in? Ja, het waren vroeger twee pastoors die uitgegroeid zijn tot landelijk bekende figuren. Monseigneur Bekkers is toen onlangs uitverkozen als de katholiek van de eeuw. In de tijd van Zwijsen zullen ze dat niet gedaan hebben, maar dan was hij ook zeker de katholiek van de eeuw geweest. En dat is hier eigenlijk wel een idee geweest om nou ze nog eens een keer terug te halen naar de kerk. En we hebben van alle kanten medewerking gekregen en het is toch een hele plus geweest om het allemaal op te stellen zoals we het nu hebben. Waarvoor is er gekozen voor deze combinatie? Ja, het waren twee pastoors en die alle twee uitgegroeid zijn, ja, bisschop en ook bekend. Monsje Bekkers de laatste jaren natuurlijk was heel bekend omdat toen tv en radio echt in was. In de tijd van Zwijsen was dat niet, maar ja, hij had goede connectie bijvoorbeeld Zwijsen met Willem II. Heel raar dat de prins toen en later koning Willem II, die ging bij Zwijsen echt om advies. En het werden dikke vrienden en zijn Russische prinses Anna Palona, die kwam zelfs met Russische gasten naar Tilburg. Maar hij had nog geen paleis, dus 1849 in het jaar dat hij stierf eigenlijk pas gereed gekomen. En Anna Palona die bracht die gasten mee en die zijn dan in de pastrie ondergebracht. Een klein tipje van de sluier, wat is er zoal te zien op deze expositie? Ja, we dachten eerst alleen wat fotomateriaal te hebben. Dat is dus van Bekkers vrij goed een overzicht van zijn tijd van pastoor hier, dat hij in de prochie werkte, daarna als bisschop en zijn bezoeken aan Rome. En van Zwijsen, ja, daar hadden we natuurlijk niet veel foto's, maar daar waren wel veel schetsen en schilderijen zelfs van. En daar hebben we wel wat kunnen uitbreiden met iets van Kerkdriel waar hij geboren was. En ja, het is toch een leuke verzameling geworden van tekeningen en foto's. Dus zeker ook uniek om te zien? Ik geloof het wel. Het is nooit gebeurd dat je twee bisschops staven of staffen, hoe is het, staffen, tegelijk kon zien. Plus twee bisschopskruizen, waarvan het bijzonder is dat het bisschopskruis van Zwijsen geschonken is door de prochie. En de bisschopstaf van Zwijsen is ook door de prochie geschonken. En het bisschopskruis van Zwijsen was door Anna Palona geschonken. En de bisschopstaf van Bekkers was door de NCB geschonken. Dus al met al vrij uniek? Denk het wel. En de enige kapelaan die met Bekkers samengewerkt heeft hier in de prochie, rector Merks uit Udenhout, die zal de expositie vrijdagmiddag om 14:00 met een kort woordje openen. Hier gaan de namen en die open tot 15:00. Ik heb toch wat gegeven. Vandaag vindt een heugelijk feit plaats, namelijk symbolisch wordt de paal gelegd voor het uitbreiding van de crematorium. Wat houdt deze uitbreiding van het crematorium in? We gaan ongeveer uitbreiden met ongeveer 1250 vierkante meter. Dat betekent dat er een heel nieuw crematorium bij komt, behalve een ovenruimte. We hebben twee ovens, daar hebben we voldoende aan. Dus er komt een nieuwe ontvangst, een nieuwe aula met 160 zitplaatsen. Een familiekamer, een condoleansruimte, een paar kamer voor de pastor. Het is eigenlijk een compleet nieuw crematorium. De wensen van de mensen die dus hier de nabestaanden laten cremeren veranderen. Kunt u daar iets over vertellen? Ja, het is namelijk zo dat je toch ziet in de tijd dat men meer werk wil maken van het afscheid. Je hebt ook heel veel mensen die niet meer via de kerk komen. En dus daar geen kerkdienst meer is, maar toch dan hier een uitgebreidere dienst willen. Wat je tegenwoordig heel duidelijk ziet is dat mensen zeg maar een foto op de kist zetten. Nou, we gaan daarin voorzien doordat we gewoon kunnen projecteren een foto van de overledene, maar ook eventueel videobeelden. Als je kijkt in de tijd van technologie, iedereen heeft voor het een cd-speler en een videocamera. Dus daar kunnen we aan voldoen. Wat we ook willen is namelijk dat we een videoopname kunnen maken van de dienst en straks ook eventueel dvd. En dat we inderdaad die camera ook kunnen gebruiken voor een internetuitzending. Het kan zijn dat de familielid of in het ziekenhuis ligt en of in het buitenland zit en toch de plechtigheid bij wil wonen. En dat kan door middel van een internetuitzending.
Nou, wat een grote wens van mij is, maar of die vervuld wordt, dat is een andere kwestie. Dat ik zou graag in de aula een vleugel willen hebben, dat er ook live muziek gemaakt kan worden. Wat gaan we volgend jaar nog meer doen? We willen toch ook in het kader van gedenken, dat mensen in het kader van rouwproces bijeenkomsten houden waar goede sprekers zijn, waar goede muziek is. Hè, waar ook live muziek gemaakt wordt. Maar ook daarnaast, ook voor de Tilburgse bevolking, het crematorium openzetten. Hè, een paar keer per jaar, dat men toch kan zien wat kan het crematorium bieden. Dat men toch inderdaad toch een idee heeft wat een crematorium. Het is niet zo dat wij iets te verbergen hebben, niks te verbergen, men mag bij ons alles zien. En in het kader van zeg maar die open dagen is het natuurlijk ook belangrijk dat je toch dat misschien kunt combineren met een koffieconcertje of zo. Maar dat zijn toekomstplannen. Tilburg krijgt natuurlijk steeds meer inwoners met deze uitbreiding. Denkt u aan de behoefte kunnen voldoen? Ja, als we kijken naar, we hebben een prognose gemaakt tot ongeveer 2015 tot 2020. Dan zitten we ongeveer aan de 1800 crematies gezien ontwikkelingen van zeg maar de bevolking in de afgelopen tijd. En die kunnen we makkelijk aan. Vroeger werden natuurlijk mensen begraven, natuurlijk meer als nu. Hoe stijgt die crematie? We zijn begonnen in 1986, of in 1987 moet ik zeggen, dat was het eerste volgend jaar. Dat was het crematie, het percentage crematie van degenen die in Tilburg overleden waren, was ongeveer 42%. En we zijn zo langzamerhand gestegen naar ongeveer 60, 62. Dat schommelt zo'n beetje rond de 60% van alle Tilburgers die overlijden, die worden gecremeerd. Op dit moment? Op dit moment. En dat zal een percentage zijn wat wel zal blijven, die 60%. Landelijk is het percentage ongeveer 49%. Wanneer is de uitbreiding ongeveer klaar? Volgend jaar, we hopen, als het weer ons allemaal mee zit, dan hopen we zeg maar rond de bouwvakvakantie klaar te zijn. Dan moet er nog iets aan het oude gebouw gebeuren. En dat is namelijk koeling, dus zeg maar klimaatbeheersing, koeling in het gebouw. Want als je nu echt warm weer is, dan is het in het crematorium ontzettend warm. Maar daar gaan we ook iets aan doen, in het nieuwe gebouw zeker, maar ook in het oude gebouw. Maar dat gebeurt dan als de nieuwbouw klaar is. Dus eigenlijk een totale metamorfose voor het crematorium in zich heel? Ja, zonder meer. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren al natuurlijk ook een beetje een fresh-up gegeven in het gebouw. De stoelen opnieuw bekleed, een nieuwe verlichting en gaan zo maar door.